Natuurlijk is het mooier om te scoren, maar ja, zo is het ook oké. Ja, Lennarty, hoe belangrijk was deze overwinning voor jullie? Ja, voor ons zeer belangrijk. Ja, dat zie je ook op de stand. Dat ja, laatste week was al, of drie dagen geleden was al echt teleurstellend. Dus vandaag zijn we echt blij dat we de 1-0 over de tijd kunnen brengen. Wat merk je in de kleedkamer? Wie? Wat dus, merk je in de kleedkamer? Valt er veel van jullie af? Ja, zeker. We zijn ja, een beetje ontspannender. Was echt, ja, ik denk iedereen had zichzelf een beetje druk gemaakt. Dus ja, voor het gevoel, voor de overtuiging ja, is het heel belangrijk. Want in februari hebben we geen wedstrijd gewonnen. En nu ja, eindelijk weer drie punten ja, gepakt. Je scoort niet, maar je hebt wel de assist vandaag. Voelt dat net zo lekker als een doelpunt? Ja, ik denk het is ook zo belangrijk als ik zelf scoorde of voorzet geven. Dus ja, was ook belangrijk voor de ja, eigen doelpunt dan. Maar Emma stond ook nog achter hem, dacht ik. En ja, natuurlijk is het mooier om te scoren, maar ja, zo is het ook oké. Laten we eerlijk zijn, het was geen goede wedstrijd. Had dat met de spanning te maken die dan toch op zo'n wedstrijd zit, omdat het zo belangrijk was? Ja, zeker. Ik denk wel een, of velen hadden het gevoel, ja, maken we één fout, dan ja, hebben ze een counter en kunnen scoren. Dus ik denk dat is in iedere hoofd ook zo'n beetje. Maar ja, ik hoop dat het nu door de overwinning ook een beetje afvalt en dat we weer vrij kunnen spelen. Ja, hoe gaat het met jou? Want mensen kijken altijd naar jouw doelpunten. In het eerste seizoen zelf scoorde je vaak, de laatste weken scoor je minder. Maar ben je minder in vorm of zeg je dat het ene hoeft niet met het andere te maken te hebben? Ja, dat zeker ook niet. Ja, is altijd ook een beetje geluk waar je stand, waar de bal komt. Dan had ik ook ja, met de schot één keer. Ja, kan ook een beetje beter, dus heeft denk ik een beetje met alles te maken. Maar de trainer houdt wel vertrouwen in, je blijft ook altijd staan. En dat loont dan uiteindelijk wel doordat jij de beslissende assist geeft. Ja, zeker. Ja, kan ik zeggen, ja. Ja. Hey, deze winnen jullie nu. RKC komt eraan. Je geeft zelf al aan. De druk zal misschien wat van de ketel afkomen. Zodat jullie misschien weer wat beter gaan voetballen. Werkt het zo? Ja, ik hoop het wel. Want ja, nu was er weer veel lange ballen. Ik denk ook voor de winterstop, als wij ja, een serie van overwinning hadden, dat wij ook echt goed hebben gevoetbald. Dus ja, zo leuk zijn als wij dit dan ook weer gaan doen. Maar ja, veel belangrijker is dat wij winnen. En ja, morgen vraagt ook niemand meer hoe of wie. En ja. Ja, jij kwam in Nederland spelen. Je begon hier bij deze tegenstander. Heb je nog veel met VVV? Ja, ik moet zeggen, vielen zijn niet meer hier. Maar ja, bijvoorbeeld Vito of Lucas Schmidt ken ik nog uit Bremen. Dus ja, is toch nog ja, enkele spelers die ik van vroeger ken. Ja, is het altijd extra lekker om te winnen van een oude club of werkt dat zo niet? Ja, zeker. Was echt teleurstellend in Zwolle al. Een paar wedstrijden geleden met ja, nederlaag. Maar ja, natuurlijk altijd belangrijk ook voor mij dat wij, oder dat ik tegen oude tegenstander ben.